Voor ons is Andreas Schotel toch wel een belangrijk iemand geweest. Hè? Niet alleen voor de Kempen, maar ook voor Esbeek in het bijzonder. Waarom eigenlijk? Nou, omdat Andreas Schotel in feite de hele historie en vooral van het agrarische leven in Esbeek en de omstreken, de Kempen in feite, heeft vastgelegd. En dat kon hij omdat hij een groot aantal jaren in Esbeek heeft gewoond, hè, dus in de shuttle. En hij was in feite toch een onderdeel van die boerenstand in de zin dat, dat de boeren hem toelieten, hè, letterlijk toelieten in de boerderij op het veld. Anderzijds was hij natuurlijk ook een iemand die van afstand daarnaar keek met een hele andere achtergrond. Ja. En dat is natuurlijk dan heel bijzonder dat hij een heel goed observator was. En dat zie je dus in die werken terug. Ja.